Geachte voorzitter, het is alweer 2 jaar geleden dat het kabinet is gevallen als gevolg van ongekend onrecht. Er verscheen toen een uitgebreid rapport over de toeslagenaffaire. In de daaraan voorafgaande jaren zijn gezinnen hun kinderen kwijtgeraakt. Hun huizen zijn soms zelfs verkocht en hun baan hebben ze soms zelfs verloren. En waarom? Omdat ze gedupeerd zijn geworden van de toeslagenaffaire. Burgers die door een foutje of zelfs door iets buiten hun schuld om in de problemen kwamen. Niet zelden omdat ze vanwege een kleinigheidje, een paar euro niet betaald, een bepaald formulier niet ingevuld of door een opeenstapeling van boetes in de financiële problemen zijn geraakt, met als afschuwelijk gevolg dat soms zelfs hun kinderen zijn ontnomen. Levens zijn verwoest en de overheid gaat nog steeds door met het invoeren van onzinnige regels op allerlei terreinen. De trein dendert maar voort, voorzitter, en laat een spoor van vernieling achter zich. Het koudste van alle monsters, zo omschreef Nietzsche ooit de staat. En voor de gedupeerden in de toeslagenaffaire was de staat een waar monster. En zeker ook een koud monster. De staat gedroeg zich als een groot, machtig en vooral onverschillig apparaat dat op onmenselijke wijze slechts de procedures zijn heilig in dit land, volgde. Ook al betekende het volgen van die procedures het aanrichten van ongekend onrecht en het vertrappelen en vermorselen van individuen en hele gezinnen. Niemand was opgewassen tegen dit monster, voorzitter, zolang er maar netjes de procedures volgden. Zelfs rechters die door ouders wanhopig werden aangeklampt, durfden het monster niet aan te pakken. Deden zelf geen onderzoek en kwamen niet tot een inhoudelijk oordeel. Ze toetsten slechts procedureel, daar hebben we het woord weer, procedure, aangezien de rechter immers niet op de stoel van de wetgever behoort te gaan zitten. Daar zijn we het als Forum voor Democratie overigens wel mee eens, in principe. Maar daardoor stond ook de rechter machteloos. Want de staat, als het koudste monster, is niet van de wijs te brengen en volgt altijd netjes en zorgvuldig de procedures. Vanaf 2004 kon dit monster zo tekeer gaan tegen de ouders en kinderen die getubeerd zijn in het kader van wat pas in 2017, het duurt inderdaad veel en veel te lang, 13 jaar later, voorzitter, de toeslagenaffaire is gaan heten. Pas nadat het ongekend onrecht een nationaal schandaal werd en pas na inzet van het zwaarste stuk geschut dat we hier in het parlement hebben, de parlementaire enquête, is het gelukt dit monster terug in zijn hol te jagen. Vooralsnog. Want dat monster zit daar nog steeds. Groter, sterker en gevaarlijker dan ooit bovendien. Want elk jaar groeien de instituties van onze staat verder en verder in omvang. Elk jaar neemt de regeldruk toe. Elk jaar groeit de belastingdruk. Dat wil zeggen de totale opbrengst van belastingen en sociale premies uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlandse product. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de belastingdruk bijvoorbeeld in 2021 in ons land maar liefst meer dan 40% en daarmee bovendien 4 procentpunt gestegen ten opzichte van 10 jaar geleden. Een stijging die ook nog eens sneller is dan het Europees gemiddelde. Kortom, het monster van de staat blijft jaar in jaar uit verder groeien. Willen we, voorzitter, als Kamer voorkomen dat we, zoals nu in dit debat, over een paar jaar weer moeten gaan praten over een hersteloperatie, dan zullen we het monster moeten temmen. Want zolang dit monster van de staat bestaat, zal het nu en dan toeslaan. Dat is onvermijdelijk. Forum voor Democratie wil daarom een kleine staat, een simpele staat. Dat betekent een lage belastingdruk, weinig regels en geen juridische regelingen zoals de AOW, in plaats van allerlei op maat gemaakte ingewikkelde voorzieningen en toeslagen die een recept zijn voor misbruik, onrecht en ellende. Want alleen zo krijgen we dit Kafkaiaanse koude monster van Frankenstein dat de Nederlandse staat inmiddels is geworden eronder. En alleen zo kunnen we toekomstig ongekend onrecht voorkomen. Dank u, voorzitter.